Elk jaar sterven meer dan 1,5 miljoen mensen aan tuberculose en krijgen zo'n 200.000 mensen lepra. Wie in armoede leeft, loopt een veel hoger risico om ziek te worden. Want als je arm bent, betekent dat vaak dat je niet gezond kan eten, je niet in een gezonde omgeving woont en je niet gemakkelijk naar de dokter kan. Daar willen wij ons als Damiaan-actie met man en macht tegen verzetten. En om dat te doen, hebben we jouw hulp nodig. In 16 projectlanden ondersteunt Damiaan-actie lokale teams om deze armoedeziektes uit de wereld te helpen. Maar wat zijn lepra en tuberculose? En wie zijn die mensen die Damiaan-actie helpt? En hoe kunnen we samen die ziektes de wereld uit helpen? Om een antwoord te vinden op deze vragen gaan we een kijkje nemen in projectland Nigeria. Een immens land in het westen van Afrika, waar meer dan 180 miljoen mensen wonen. Daar ontmoeten we Bukola, die met de steun van Damiaan-actie behandeld wordt voor tuberculose. Na 6 maanden is ze bijna genezen en kan ze eindelijk haar passie voor zingen weer beleven. En ook haar droom om dokter te worden zal ze opnieuw opnemen. We maken ook kennis met Wasiu. Zijn ouders hebben een fysieke beperking door de gevolgen van lepra. Dankzij Damiaan-actie kon Wasiu kleermaker worden. Met het geld dat hij hiermee verdient, zorgt hij voor zijn ouders. We zijn in Ibadan, een stad met bijna 4 miljoen inwoners. Bukola gaat in een van de vele gezondheidscentra van Damiaan-actie haar medicijnen ophalen. Door haar ziekte kon ze niet meer zingen. Na een behandeling van 6 maanden krijgt ze vandaag eindelijk haar laatste dosis mee naar huis. Oké. Tuberculose wordt veroorzaakt door een bacil. Mensen kunnen besmet raken wanneer ze de bacil inademen. Bijvoorbeeld als ze in de buurt komen van een persoon die besmettelijk is. Door tuberculose gaan patiënten veel hoesten. Ze krijgen hevige koorts en vermageren ernstig. Ze kunnen daardoor erg verzwakken. Tuberculose is bovendien dodelijk. De helft van de mensen met tuberculose sterft binnen de 2 jaar als de ziekte niet behandeld wordt. De angst voor tuberculose is zo groot dat patiënten vaak sociaal uitgesloten worden. Bukola woont samen met haar jongere broer Elijah. Toen hun vader aan tuberculose stierf, mochten ze bij hun onkel gaan wonen. Maar wanneer Bukola ziek bleek, wilde de onkel hen niet meer in huis. Ze wonen nu alleen. En haar broer is de enige die nu voor haar zorgt. Mugoko feel rejected, like helping. Was anybody see only help one? I felt helpless and Mugoko has any responsibility to be there because I'm still young. I'm okay Christian in me, but Mama Dano. Ma pomi so da wale bidu ma she ma gba le ma sha tun gbogbo ni le she just to yo pan awon ko ton ba ni tan ba fi ra ma ba won ra Ntin mi lo ba ranti tin ba ti ranti most time ta ba ti jeun tan tin ba kan tan ba si tan o ma wa si mi lokan pe ah se ti logun so ma kan bi won pe se ti logun so tan ba ti lo won ni awon ti lo de tu pada lo se nkan to te bo ma nje ko rohun leti na ni e pe ah o ti en to ye ko ti su tele gan lati ma se dudu se to se ke kini o da e we je ka yin tete ya o kini ko kini ko kini so da
Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, next week, Friday. We reizen verder naar Obomosho, een provinciestad op 2 uur rijden van Ibadan. De jonge kleermaker Wasiu is onderweg naar zijn ouders. Zij wonen samen met andere lepra-patiënten in een afgezonderde gemeenschap aan de rand van de stad. Damian Actie steunde de bouw van woningen voor tientallen lepra-patiënten. Ze worden nu stuk voor stuk opgeknapt om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren. De mensen die er wonen zijn als familie voor elkaar en leven van landbouw. Degenen die hier nog toe in staat zijn, bewerken de gronden rondom de kolonie en kweken kippen. De papa van Wasiu verloor zijn been door lepra. Maar hij gaat nog elke dag naar het veldje achter hun huis om de maniokplanten te verzorgen. Zoals alle dagen komt Wasiu zijn mama en papa bezoeken. So, sickness don't say, that will do. I mean, you like it. Sometimes, but I tell me, Baba, I want to go. I want to buy you. I'm going to go to the My mom and parents tell me, Mama, I want to go. Net als bij tuberculose wordt lepra veroorzaakt door het inademen van een bacil. Lepra is veel minder besmettelijk dan tuberculose en ook niet dodelijk. Maar de ziekte kan wel zorgen voor ernstige letsels zoals verlamming, verminking en blindheid. Het sociaal stigma is enorm. Lepra-patiënten worden heel vaak verstoten door hun omgeving. Damian Actie helpt lepra-patiënten niet alleen genezen, maar biedt de meest kwetsbaren ook een thuis. Ja. Zo, ik noem het dan. Ik zal het niet meer aan het doen. Ik heb het al niet meer aan het doen. Ik heb het al in het hospital. Ik heb het al niet meer aan het doen. Ik heb het al niet meer aan het Wasiu bestelt zijn lunch bij de buurvrouw. Puree van maniok, met heel pikante saus. Hij eet deze plaatselijke lekkernij in zijn kleermakerswinkel, die hij dankzij Damian Actie kon starten. Damian Actie geeft mensen niet alleen medische hulp, maar zorgt er ook voor dat de allerarmsten een duwtje in de rug krijgen. Hoewel Wasiu gezond is, hielp de organisatie hem zodat hij op zijn beurt voor zichzelf en zijn ouders kan zorgen. Ik had het niet meer doen. Ik heb het niet meer gedaan. 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 Maar ik heb het niet meer gedaan. 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 Timbaran fun awon elomi won ma wo we are yes o ya so ni mo farabale mo fi ko eno me no gan to ni pe mi na ko la o ja ton ma fe se gbale kakiri ti mi na de ti pe mi na di mo ti wa ni e kan ti mi na tin se se mo tin make owo die je. Terug in Ibadan. Wanneer Bukola haar laatste medicatie ingenomen heeft, gaat ze naar de gezondheidspost voor een laatste gesprek met een hulpverlener. Nes? Na een behandeling van 6 maanden is ze helemaal genezen verklaard. Ati Buki. Sa? Voilà. Yes, sir. Ati se ayewoyin to gbeyin. A ri pe o dara. Ayewoyin so wi pe kokoro yen ti tan lara yin. Ah, Olorun seun. Ah. E ba ti wa dele bo lara yin si ri. Ah, ara mi ti balẹ, mo ti le deun dada mo ti le. Ko si wa la kan. E ti jeun dada. Ah, mo ti jeun dada. Ah, le ba te ti ri na o si mo pe e ti ya ko dada. Yes, sir. Bukola is heel blij dat ze genezen is. Want een behandeling voor tuberculose is heel lang en zwaar. Je moet gedurende 6 à 9 maanden elke dag verschillende medicijnen nemen en bijna wekelijks op controle gaan. Anders werkt het niet en kan je niet genezen. Damian Actie helpt mensen als Bukola aan medicijnen
en moedigt hen aan zodat ze kunnen volhouden. Na 6 maanden kan ze eindelijk haar passie voor zingen weer uitoefenen en verder werken aan haar droom om geneeskunde te studeren. Ze wil na haar ervaringen met tuberculose graag anderen kunnen helpen. Dankzij Damiaan-actie kunnen Bukola, Wasiu en vele anderen een nieuw leven starten. Sinds haar ontstaan heeft Damiaan-actie wereldwijd al miljoenen mensen kunnen helpen. Gelukkig kan Damiaan-actie rekenen op sterke, toegewijde teams en tal van vrijwilligers en steungevers die helpen om dit allemaal mogelijk te maken. Wist jij dat het maar €50 kost om een lepra- of tuberculosepatiënt te helpen? Enkele pakjes stiftjes verkopen is dus genoeg om iemands leven te veranderen. Wij willen lepra en tuberculose de wereld uithelpen. Doe je met ons mee?